Op de afgelaste dag van Elst gingen enkele honderden wandelaars toch van start. De meeste zorgden er wel voor dat ze voor de ergste hitte binnen waren. Tegen het einde van de ochtend liepen ze over de Waalbrug Nijmegen weer in. U bent vanmorgen vast heel vroeg gestart? Redelijk vroeg, ja. En hoe laat was dat? Vijf uur. Hoeveel kilometer heeft u gelopen? 40, ja. Hoe was de start en hoe laat vanmorgen? Half drie zijn we gestart. Dus daarom zijn we nu lekker een beetje voor de warmte terug. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel hebben jullie al gelopen? 39 ondertussen. En wat willen jullie vandaag gaan halen? Een biertje. Ja. Nou ja, ik moet normaal 50, maar ik heb het op 30 gehouden vandaag. Mm. Hoe laat zijn jullie vanmorgen gestart? Kwart voor vier uur ongeveer. En hoe was die start? Saaier dan normaal. Maar je kon wel meteen doorlopen. We hebben de 25 gelopen nu, 25. Dus de helft van wat we normaal zouden lopen. En hoe voelt dat om zo'n start niet zo massaal te doen te delen, denk ik? Het was wel speciaal eigenlijk. De mensen die er waren, dat was wel heel leuk. Zelfs midden in de nacht mensen die langs de kant van de weg staan met wat flesjes water. Dat je denkt, wat is dit? Het was een beetje saai langs de weg. Maar de afstand, je hebt wel gevoel in je benen. Zeg maar. Je voelt dat je een afstand hebt gelopen. Mm-hmm. Maar het was een leuke dag. Nou, dat was eigenlijk wel lekker. En in de dorpen stonden de mensen wel gewoon klaar om met water en zo. Dus dat was prima. Kom lekker doorlopen. Okay. Ja. Hoe is dat zo'n gevoel op de wedren als er zo weinig mensen zijn? Ja, apart. Ja, ik heb nooit eerder meegemaakt. Het is mijn eerste keer. Maar het is niet zoals gezegd wordt dat het is, zeg maar. Maar goed, dat hopen we dan morgen weer mee te maken. Ik snap de beslissing, hoor. Want ik snap hem helemaal. Want ik denk dat het een goede beslissing is. Want als wij om 6 uur gestart waren, ja dan... Dus het is nu al te warm aan het worden. Ja. Het wordt nu warm, ja. Nee, het is een goede beslissing geweest. Dan succes met de laatste stukjes. En ook vooral de komende 3 dagen. Dank je.